Februari 2021 startte koud, maar dat duurde niet lang. We zagen eigenlijk dat die warme lucht er vrij snel inkwam, in het weekend al. En uiteindelijk op maandag zette die dooi snel door. Er kwam een neerslaggebied het land binnen. En ook daarvoor werd toch een code rood afgegeven door het KNMI voor gevaarlijke ijzel. IJssel is eigenlijk een situatie waarbij de neerslag ontdooit eigenlijk en in een koude luchtlaag onderin weer onderkoeld raakt. En als het de grond dan bereikt, dan vliest het eigenlijk direct vast. En op overal waar het terecht komt, dus op tafels, op de weg, op de auto's. Eigenlijk een hele gevaarlijke situatie voor de weggebruikers. Op sommige plekken leverde dat een dikke laag ijs op. De impact ervan viel gelukkig mee. Uiteindelijk ging het vrij snel en werd het uiteindelijk alleen in het oosten en noordoosten echt gevaarlijk glad.